Jeroen is eigenlijk twee woorden voor deze wedstrijd. Dat zijn jammer en toch ja, trots op wat Genk gepresteerd heeft. Ja, daar kan ik me wel in vinden eigenlijk. We hebben onszelf de das wat omgedaan in het begin door na 8 minuten met 10 te vallen. Maar het positieve dan wel is dat we heel de wedstrijd nog hebben gevochten en het onderste uit de kamp proberen te halen. Alleen jammer dat we dan in de 80ste minuut een goal binnenkrijgen. Jullie vallen met, zoals gezegd, na 9 minuten met 10 man. Mm-hmm. Een beetje een domme overtreding van elkaar. Waarschijnlijk kan hij die in Afrika wel doen zonder bestraft te worden. Dat zal hij ook wel een deel keer gedaan hebben. Maar hier weet je, 2 voeten vooruit, dan wordt er onmiddellijk rood getrokken. Ja, ik zag het ook redelijk snel gebeuren van op de bank hoor. En toen ik zag dat hij de tackle inzette, dan wist ik al dat hij gaat onmiddellijk rood krijgen. Op zich op de bank was er ook niet veel geklaagd te horen. Iedereen leek wel te weten dat het wel terecht was. Maar die wedstrijd wordt daardoor wel onthoofd, hè? Ja, dat is een beetje wat we zeker niet mochten doen vandaag. Hè. We waren heel goed bezig. In 11 tegen 11 had ik er een heel goed oog in. De eerste 8-9 minuten bewezen dat ook. Maar ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Om te winnen is rood pakken na 8 minuten niet de beste tactiek natuurlijk. Hè. Op dat moment besef je van, ja, ik moet er gaan inkomen. Maar de warming-up duurde vrij lang. Was dat ook te maken met de blessure van Jelle Vossen? Ah, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dan moet je aan de trainer vragen. We hebben daar niet over gesproken. Hij zal ook eerst een beetje enerzijds mij laten opwarmen, want ja, het is natuurlijk niet verwacht dat je zo snel moet inkomen. En anderzijds wou we misschien ook even kijken eerst hoe dat ging. Maar ja, we kwamen toch steeds meer en meer onder druk. Dus was die mijn ogen ook een logische beslissing om er dan die verdediger terug te herstellen die je kwijt hebt gespeeld. Jullie hebben als verdediging, trouwens als ploeg, een prima wedstrijd gespeeld. We hebben Anderlecht van kansen kunnen houden. Alleen die ene keer 10 minuten voor tijd liep het mis. Ja, maar ja, als er zoveel centers zijn, dan is het natuurlijk niet onmogelijk dat er eens eentje binnenvliegt. Hè. Zonde, maar ja, het is zoals gezegd. Enerzijds jammer dat we het wat hebben laten liggen in de eerste minuten, maar toch trots dat we het daarna ons zeker niet gewonnen hebben gegeven. Je zal nu in de toekomst wat meer moeten gaan opdraven, want daarvoor volgt ook nog een schorsing voor Kara. Ja, maar ik zie dat niet als moeten opdraven, ik zie dat als mogen opdraven, dus ik ga daar zeker niet voor klagen. Nu, alles komt bovenaan weer samen, op een zakdoek, zoals men dat zegt. Jullie blijven op die tweede plaats staan. Dat is in ieder geval een plaats waar jullie voor het begin van het seizoen zouden voor getekend hebben, halfweg. Ja, natuurlijk, moeten we ook zeggen. In Europa gaat het voor de wind, in de competitie ook, in de beker zijn we ook gewoon door. Dus tot hiertoe zijn we geslaagd. Maar ja, het is natuurlijk een cliché, maar dat is pas op het einde dat de prijzen worden uitgedeeld. En dan kunnen wij ons seizoen pas evalueren. Hè. Op het einde van het seizoen zei je er niks meer als gezegd. Bij de rust waren we tweede en nu zijn we vijfde of zesde geëindigd. Dat is niet ambitie. Hè? Maar je moet toch heel veel respect opbrengen voor zo'n prestatie. 3 dagen na een Europese, geen volledige 3 dagen, zelfs na een Europese wedstrijd. Hè? Ja, absoluut. Dus daarom dat ik al een paar keer heb aangehaald. Van dat we wel trots kunnen zijn, enerzijds op onze prestatie. Maar anderzijds moeten we toch leren op bepaalde momenten nog iets slimmer te zijn. En zeker in deze topwedstrijden. Er komen nu 14 dagen... relatieve rust voor jullie. En dan de wedstrijd, de terugronde al naar Oostende. Goed, opnieuw in de reeks neerzetten, zou ik zeggen. Dat is het plan alleszins. Hè. Wij starten elke wedstrijd met ambitie om die te winnen. Of dat nu tegen Anderlecht is of tegen Oostende. Dus dat gaat gewoon het vaste plan zijn voor de laatste 25 wedstrijden. En proberen zo snel mogelijk Europees te overwinteren. Ja, daar staan we er al heel goed voor. Nog het laatste duwtje en dan ziet dat er ook goed uit. Hè.